We staan hier bij een voorproefje van de bekerfinale die net gespeeld is. 4-2 verloren. En dan denk je, ja, ik sta hier met Chris Heijmans, de coach van daar. 1-0 voor, 1-1, 2-1 voor, 2-2. Zo'n lucky shot van ver door een screen van spelers en die gaat erin. En toen de tweede periode dacht ik, ja, dat, die 5-3, ik denk, nou, dat gaat gebeuren. Brett, die stond fantastisch te keepen. Jullie penaltykill was goed. En toch verlies je die wedstrijd. Ja, en voor mij is het lastig om te zien waar lag het nou aan. Want ik vond dat beide teams weinig mogelijkheden hadden. Laat ik het zo zeggen. Weinig schoten op doel. Wat is dan de bottleneck? Puur die pech van die penalty. Gelijk in het begin van de derde periode. Too many men. Nou, ik denk niet dat dat de bottleneck is. Ik vind het afstandsschot van Hunt vind ik ook geen lucky. Ik vind dat verdedigen niet goed en okay. Hij heeft daar ook wel patent op, moet ik eerlijk zeggen. Volgens mij scoorde hij in Heerenveen eerder dit jaar ook tegen ons op dezelfde wijze. Ik denk dat wij heel goed begonnen aan de wedstrijd en wij dat niet konden volhouden. Daar hebben wij zeker wel onze redenen voor. Dan kan het beide kanten op. Beide keepers zijn goed. En natuurlijk is het gewoon een hele stomme straf aan het einde van de derde periode. Ik denk dat je dan mentaal niet goed in de wedstrijd zit als je daar op het ijs springt zonder dat je erop moet. Dat is eigenlijk wat het is, denk ik. Ik heb de check gedaan. Iedereen was bijna fit. Je miste alleen Jasper door de schorsing. Nee, we waren compleet. We zijn verder van fit. Waar ik denk dat het er voor een gedeelte aan ligt, is dat we zijn begonnen met twee wedstrijden en dan kunnen we vorige week niet spelen omdat Luik afzegt en Heerenthal zegt af. Ja. En om heel eerlijk te zijn kwam ons dat uiteindelijk ook goed uit, want wij hebben de afgelopen week 9 COVID gevallen gehad. Ja, en, vernomen. Dus we hadden vandaag qua aantallen iedereen terug, maar we waren verder van fit. En dat is een constatering en dat is de realiteit. Daar hebben we dit jaar nu 2 keer mee te maken gehad. Dus ik ga ervan uit dat we het ook wel nu hebben gehad. En andere teams zullen daar straks ook mee te maken hebben. Of ook mee te maken hebben gehad. Dat is hoe de wereld nu in elkaar steekt. Absoluut. Want 2 weken geleden liep ik vrolijk te kletsen met de mannen van Luik. En ik kreeg een berichtje van, ja, er zijn 4 besmettingen. Dan denk ik ook van, ja, dan ben ik ook de lul. Maar afkloppen, ik heb nog... Misschien heb ik het al gehad, maar niet gemerkt. Dat kan ook, hè, tegenwoordig. Laten we dan hopen dat iedereen snel weer fit is. Want jullie moeten... Ik heb het net nog over gehad met Michel. Morgen naar Mechelen? Ja, Mechelen. Golden Sharks, ja. Nou ja, morgen zijn we ook niet fit. Het is natuurlijk gewoon een hartstikke zware wedstrijd geweest. Gelukkig hebben we een brede selectie. En ook de andere kant, Jasper is er morgen weer bij. Dus dat geeft ons... dat geeft ons gewoon een brede selectie. Dus dat is ook verder geen klagen. Hè? Het is gewoon waar we de afgelopen weken mee te maken hebben gehad. Dus we begonnen heel goed en dat konden we niet volhouden. Dat is ook niet des heis. Individuele beslissingen die we gewoon voor de break niet namen. En daar zaten we gewoon in een hele goede flow en een heel goed ritme. Absoluut. Dat werd met de eerste break werd dat natuurlijk onderbroken. En waar we dat eigenlijk weer op dachten te pikken met de eerste 2 wedstrijden. Misten we vorige week ook weer. Ik denk dat je dat terugziet. Dat is geen enkel... ik denk dat Heerenveen wat dat betreft met iets meer golf mee heeft gespeeld dan wij vandaag. Wij proberen het puur op energie. En ondanks dat het niet eens een hele slechte wedstrijd van onze kant was. We konden de overwinning niet vinden. Je kon geen 60 minuten voluit gaan? Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk dat een simpele verklaring, toch? Geen probleem. Succes morgen. Dank u wel. En dan hopen we dat over 3 weken... Want ik denk dat dan de bekerfinale opgeschoven wordt. Want over 3 weken gaan ze weer kijken. En dat is net na die bekerfinale. Ja, in ieder geval dat volgens mij, als ik het schema zie, spelen we in het weekend van 11 en 13. En spelen we vrijdag thuis en zondag in Heerenthals. Dus de bekerfinale zal zeker niet de 13e zijn. En wanneer die wel is, ja, dat weet ik niet. Dat horen we zelf. Niemand
geeft in ons in ieder geval de ruimte om compleet te raken. Fit te raken, onze mojo te vinden. En dan denk ik dat het gewoon hartstikke leuke finale wordt. Absoluut, we hebben er zin in. Bedankt en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.